Goeiedag mensen, uh, mijn naam is Remco van der Wijngaard. Uh, ik zit hier tegenover jullie om dat ik een boek heb geschreven, mijn eerste en misschien wel enige in, uh, in het leven: Imaginaire rescripting, theorie en praktijk. Goed, eerst even over mezelf. Ik ben uh, psychotherapeut. Ik, ik behandel mensen, vooral met persoonlijkheidsproblematiek en dat doe ik twee dagen in de week, maandag en dinsdag in mijn eigen praktijk in Maastricht. De rest van de tijd geef ik les in binnen- en buitenland. Vooral in schematherapie en dat is ook mijn, mijn kennismaking geworden met deze techniek. Nou, wat, wat, wat is nou imaginaire rescripting? Dat is eigenlijk gebruik maken van de kracht van de verbeelding. Uh, uh, wat je doet eigenlijk in zo'n oefening is dat je de ogen laat sluiten, een betekenisvolle herinnering uit het verleden voor ogen laat nemen en daar iets in veranderen, daar iets in bewerken. En voor de hersenen lijkt het niet zo gek veel verschil uit te maken of je iets echt meemaakt of dat je het je gewoon heel erg levendig verbeeldt. Uit onderzoek blijkt dat in ieder geval dezelfde delen van de hersenen actief lijken te zijn. Wat echter bleek is dat, hoewel er heel veel onderzoek is gedaan, er nergens echt een handboek was voor hoe je dat dan precies moet doen. En vooral, en dat is misschien ook wel belangrijker, wat nou als, wat nou als de cliënt niet netjes zegt van oké, okay, ik voel me beter. Want dat is wel de klinische praktijk waar, waar ik en BUR mee te maken krijgen. Het zijn niet vaak de makkelijke situaties waar we mee geconfronteerd worden. Mensen zeggen dingen die je niet had verwacht. En wat doe je dan?